Yo, medepyro's! Welkom bij een nieuwe video. We gaan het dit keer hebben over Bing. En ik, hè? Bing, Bing, wie is Bing? Ken geen Bing. Bing is een lief klein konijntje. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Nee. Hij heeft geen vliegje op zijn neus, dat niet. Maar Bing is een konijntje die heel vaak huilt. Het is een tekenfilm en hij is altijd heel zielig en verdrietig. En dan heb je papa Flop en die leert hem van, hé, Bing, kom op, jochie, het is even overheen stappen, komt allemaal goed. En Flop zegt, hé, Bing, kom op, hè, die altijd roze germans. Niet te veel huilen, even voor mannen. Maar Bing is wel een vuurwerkliefhebber. En denk je, hè, een konijntje, vuurwerkliefhebber? Ja, kijk, dit konijntje niet. Maar Bing wel. Bing houdt van vuurwerk. En dat laat hij zien ook. En nu kunnen we eigenlijk zien in Nederland en in andere landen, want het wordt overal uitgezonden, hoe ze leren wat vuurwerk is. Dus dan zou je denken, oh nou, dat zal wel weer slecht zijn, zoals in de media de laatste jaren. Nee. Bing is lief klein konijntje en hij is gek op vuurwerk. En eigenlijk is het een serie vanaf 1 jaar of zo, dus dan zien we hoe kinderen leren wat vuurwerk is. En dat is niet negatief, mensen. We gaan even kijken. Komt-ie aan, Bing. Vuurwerk. Knalvuurpijl. Woesh. Bang. Niet bang zijn, Flop. Nee hoor. Kijk, Bing. Mijn oorwormers maken het geluid heel zacht. Ik pak hem weer terug, Bing. Vuurwerk. Je ziet het. Bing is een echte pyro. Hij kan niet wachten. Hij wil het zien. Hij wil het horen. Het is te eng. Ik ben niet bang. Maar je hebt geen oorwormer. Oké. Kom op. Kijk, en nou weet je, het is een echte pyro. Hij kan niet wachten, hij staat te springen. Hij heeft alleen een vriendinnetje die het een beetje eng vindt. Ja, dat kan natuurlijk, hè, dat kan. Woe! Bang! Oh. Kijk, die vind ik mooi. Oh. Oké, nou moet ik heel eerlijk zijn. Een 3-inch saluut of een Zink 902, ja, dat is ook wel hard als je hem niet verwacht. En er is wel iemand in de buurt daar die hem zo nodig af moet steken, terwijl er een konijntje in de tuin staat, kan je niet weten. Maar ja, dat is ook wel hard. Maar desondanks, Bing geeft niet op. Er was een luide knal. Ah, probeer deze eens. Kom eens met je oren. Goeie tip voor aankomend oud en nieuw. Als je het een beetje eng vindt, je ziet het hier, hè, zet gewoon van die overhandschoen op je oren. Niks aan de hand. Kun je gewoon kijken voor het raam, kun je zelfs in de tuin gaan staan. Dat dempt gewoon heel goed het geluid. Je ziet het zelf, Bing doet het ook. Dat is een super vuurpijl. Maar dan niet zo hard. Je kunt de knallen niet stoppen, maar je kunt ze wel zachter laten klinken. Wat een wijze woorden. Je kunt de knallen niet stoppen, maar je kan het geluid wel een beetje dempen. Nou mensen, dat is precies zoals het in Nederland zal gaan. Je kan de knallen niet stoppen. Je kan zelf het geluid wel een beetje dempen. Voor dit nou een leuke video, zeg je, hey, deze tekenfilm heeft ook iets met vuurwerk. Want ik ben eigenlijk tot nu toe alleen maar deze tegengekomen. Like de video, doe even abonneren en dan gaan wij gewoon van dit soort gekke video's maken. En reageer in de comments of je misschien ook wel eens een keer een tekenfilm bent tegengekomen die over vuurwerk gaat. Al is het bij wijze van spreken Sesamstraat. Ik ben tot nu toe alleen maar deze tegengekomen en vond ik erg leuk om te zien, omdat het best positief is. Want ja, de sterrenspeler blijft gewoon vuurwerk houden. De lucht in wordt geschoten. Maar no pyro no party, ben benieuwd, later hè. Ajus. Kom op konijntje, kom maar wiebelen.